Er was ook al eentje die belde me op om te vragen of ze vanmiddag visite konden komen. Ik zei nee. Ik zei helaas, het spijt me, maar ik moet zelf weg. Een boodschapje doen. Ja, nou ja, boodschapje. Ik moet sowieso cadeau halen voor mijn liefhebbende tallige broer. Die vandaag jarig is. Van harte gefeliciteerd, Flappert. Ja, daar alsof ze niks te doen hebben, hè? Ik weet niet, dat ding is zonde. Maar daar staan ze dus bovenop, te niksen. Naar beneden te kijken. Ja, ja. Lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, het is al laat hoor. Nou ja, laat, dat heet laat. 2:05 en ik was nu vooruit te branden, want ik had behoorlijk last van maag. Nee, geen hoofdpijn. Ja, de normale hoofdpijn, maar dat praten we niet over. Nee, ik had nou last van mijn maag. Ja, beroerd, misselijk van mijn maag. Mijn maag liep wel in de zetel liggen, bij wijze van spreken. Maar oké, ik kan de pret niet drukken. Er was ook al eentje die belde me op om te vragen of ze vanmiddag visite konden komen. Ik zei nee. Ik zei helaas, het spijt me, maar ik moet zelf weg. Een boodschapje doen. Ja, nou ja, boodschapje. Ik moet sowieso cadeau halen voor mijn liefhebbende tallige broer. Die vandaag jarig is. Van harte gefeliciteerd, Flappert. Ja, ja. En hij kijkt toch niet naar de vlog. Nee, doet hij niet. Maar het maakt niet uit. Maar hij is wel bij deze gefeliciteerd. En ik heb hem op Facebook gefeliciteerd. En zaterdag zal ik naar hem toe. Ja, en ook Karen en Roderick gaan erheen. Maar ja, daar mag dus niet gevlogd worden. Wat ik van de week al eerder zei. Maar dat maakt ook niet uit. Daar moet je gewoon respect voor hebben. En we gaan er gewoon een gezellige middag ervan maken. En ik moet sowieso mijn nieuwe horloge meenemen. Ja. Want dat ding moet verder aan het werk gezet worden dan dat hij nou doet. En dan moet ik 2 schaartjes meenemen. Dat de oogharen bij Rijka even weggeknipt worden. En dat een nagels. Want dat durf ik niet. Nee, dat vind ik eng. Dat vind ik echt eng. Ja. Durf ik niet te doen. Dat vind ik vreselijk eng. Maar Karin die durft dat wel. Dus neem ik dat gewoon mee. En dan doe ik in de touch en het gaat gewoon mee. En hier zit er nog eentje die vraagt ook haar aandacht. Hè? Onze Ewin. Mauw, jij meisje. Ja, kom dan. Ja. Hé. Hey. Ja? Oh ja? Oh, nou ja. En Rijke die staat op de bank. Die moet er nodig uit. Dus dat gaan we eventjes rap doen. Ik neem de camera even mee, want je weet me nooit. Want het wordt prachtig. Dit is prachtig mooi weer. Er gebeurt van alles daar in die gracht. Tenminste, de ene keer wel, de andere keer niet. Dus we zullen het beleven. En is het nou met vogeltjes of bootjes of wat dan ook. En ook dat wordt meer bewoonbaar. Er staat in de weekenden ook auto's, dat ze er druk bezig zijn. En dat is geen werklui, maar gewoon de normale mensen die daar komen te wonen. Of ja, druk bezig zijn met schoonmaken, etc. Maar ze hebben dus pallets voor hun deuren leggen. Om als opstap te gebruiken. Er is er ook eentje die het zelfs een trap moeten maken, omdat het te hoog is. Intree is. Dat moet allemaal nog opgehoogd worden. Ja, tuin en alles komt er denk ik nog wel bij, etc. En bestrating opnieuw, want dat ligt allemaal veel te laag. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe het met een lach, doe ik ook. En het komt allemaal vanzelf wel weer goed, toch? Ja, wees blij, happy. En iedereen begint die 1,5 meter aan elkaar te lappen, hè, heb ik gehoord. Of het zo is, weet ik niet. Oké, gisteren heb ik er bij eentje ook even gedaan. Die had een knuffel verdiend. En het had te lang geduurd.
Dus we hebben die knuffel gewoon even gedaan, even elkaar omhelst. Nou, dat was heerlijk na zo lang dat niet gedaan te hebben. Maar ja, zij had het verdiend. Dus ja, niks op tegen. En we zijn niet ziek. Nee toch? Nee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En ik doe bij jullie armen om jullie heen. Even een knuffel. Ze zeggen, tot later. Nou, de dame in kwestie waar het over ging, die zit daar op haar nestje. Maar ze was eerst een stukje verderop een nestje aan het maken. En dat was daar ook tussen het gras. En dat witte plastic is er afgewaaid. Maar daartussenin dus was ze bezig. Maar dat is waarschijnlijk niet gelukt. Dus nou zit ze daar. Ze zit heerlijk ertussen het gras te scholen. Want ik zie het bewegen met mijn blote ogen. Zonder de camera. Kijk over de camera heen. En daar hebben we meneer Kandalf ingezoomd. Hé? Ik krijg het niet eens iets goed terug. En daar hebben we Rijka, die is gras aan het eten. Maar waar ik hem nou niet teruggevoerd krijg, ja, nou gaat hij wel. Nee, dat is donker. Rijka. Hé, meis. Kandalf. Nu loopt de andere kant op. Kandalf. Kandalf. Hi man. Nou, en dan staan we hier. Ja, dat, we zijn er knap bezig. We zijn al het huis opgeleverd. Er zijn ook schuurtjes, zie ik. Erbij gekomen met hout. Die stonden er gisteren nog niet. Dus dat zijn ja, schuurtjes die ergens worden gemaakt en zo worden neergezet. Volgens mij worden dat garages of zoiets. Van die in- en uitrijgaragjes. De ene kant erin, de andere kant eruit. En ja, daar alsof we niks te doen hebben, hè? Weer niet dat dingen zonder. Maar daar staan ze dus bovenop te niksen. Naar beneden te kijken. Ja, ja. Ze staan er in ieder geval gekleurd erop. En dan maakt Rijka het weer onmogelijk. Zo. Ah, toch een mooi complex als je het zo allemaal bekijkt. En ja, en bovenin kun je natuurlijk helemaal naar Texel kijken, hè. Ja, geweldig. Maar ik kom er niet. Nee. Maar ik zie verder geen beestjes hier zwemmen. Dan denk ik altijd dat beestje op de nestje. Maar waar de mannetjes weet ik ook niet, want die moet voor haar zorgen vanzelf. Maar dat komt allemaal goed. Maar wij gaan verder, want ik heb meer te doen hè, dan niks. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, het was eventjes leuk, hè. Ik heb dat met mijn andere, met mijn mobiel dan eventjes gedaan. Maar dat was even leuk bij Dijkzicht. Ja, dus ik moet toch denken dat ik dat filmpje van mijn mobiel afhaal. Ja, dit is ook een mobiel, maar hier vlog ik mee en niet met mijn mobiel. Nee. Want dat is voor gewoon gebruik. Waar je voor moet gebruiken, zoals telefoneren, et cetera. Oké, ik maak af en toe een filmpje om gewoon ergens anders naar door te sturen. Maar niet specifiek om ermee te gaan vloggen, nee. Maar ja, ik was deze camera had ik nu bij me, omdat het vlug moest. Maar in ieder geval, ik denk, nou dat moet ik er even opzetten. Ja toch, dus dat komt goed.
Ik ben nou druk bezig. Ik heb voor eeuw, hoe heet het, kan al fit dat eten. Ik heb al voor eeuw in. Dan ga ik voor Rijke eten maken en voor mezelf een bakje koffie. Rebecca is ook zo'n, die komt er ook al aan, dus die heeft mij ook al gebeld. Dus ja, druk. Ik kan er ook niks aan doen, maar zo even die dagen, ja toch? En ik heb vannacht amper geslapen, ik lag met de moeder net te draaien en te doen. Maar ja, kan je ook niks aan doen. Nee, dat heet je zo één keer in de zoveel tijd. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later maar weer. Doei! Al voor eeuw in. Dan ga ik voor Rijke eten maken en voor mezelf een bakje koffie. Rebecca is ook zo'n, die komt er ook al aan, dus die heeft mij ook al gebeld. Druk. Ik kan er ook niks aan doen, maar zo even die dagen, ja toch? En ik heb vannacht amper geslapen, ik lag met de moeder net te draaien en te doen. Maar ja, kan je ook niks aan doen. Nee, dat heet je zo één keer in de zoveel tijd. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later maar weer. Doei! Al voor eeuw in. Dan ga ik voor Rijke eten maken en voor mezelf een bakje koffie. Rebecca is ook zo'n, die komt er ook al aan, dus die heeft mij ook al gebeld. Druk. Ik kan er ook niks aan doen, maar zo even die dagen, ja toch? En ik heb vannacht amper geslapen. Dus ik moet erom denken dat ik dat slaap. Ik lag met de moeder net te draaien en te doen. Maar ja, kan je ook niks aan doen. Nee, dat heet je zo één keer in de zoveel tijd. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later maar weer. Doei! Dan ga ik voor Rijke eten maken en voor mezelf een bakje koffie. Rebecca is ook zo. Die komt er ook al aan, dus die heeft mij ook al gebeld. Druk. Ik kan er ook niks aan doen, maar zo. Even die dagen, ja toch? En ik heb vannacht amper geslapen. Ik lag met de moeder net te draaien en te doen. Maar ja, kan je ook niks aan doen. Nee, dat heet je zo één keer in de zoveel tijd. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later maar weer. Doei! Dan ga ik voor Rijke eten maken en voor mezelf een bakje koffie. Rebecca is ook zo. Die komt er ook al aan, dus die heeft mij ook al gebeld. Druk. Ik kan er ook niks aan doen, maar zo even die dagen, ja toch? En ik heb vannacht amper geslapen, ik lag met de moeder net te draaien en te doen. Maar ja, kan je ook niks aan doen. Nee, dat heet je zo één keer in de zoveel tijd. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later maar weer. Doei! Dan ga ik voor Rijke eten maken en voor mezelf. Oh, wat gaan we doen? Een bakje koffie. Rebecca is ook zo. Die komt er ook al aan, dus die heeft mij ook al gebeld. Druk. Ik kan er ook niks aan doen, maar zo. Even die dagen, ja. Toch? En ik heb vannacht amper geslapen. Ik lag met de moeder net te draaien en te doen. Maar ja. Kan je ook niks aan doen. Nee, dat heet je zo één keer in de zoveel tijd. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden. Ik had het geen beestje. Tot later maar weer. Doei! Ja, hallo lieve vrienden. Hier ben ik weer, eindelijk weer thuis. Het is gelijk gezien. 4:12. Dus we zitten alweer in de namiddag. Maar ik heb de boodschap in huis. Ik heb 2 zakken katten gerit. En een tas vol boodschappen. Ja. Ik heb ook gelijk maar inpakpapier gehaald. Wat ook zo. Ze hebben even een klein knikje gehad. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Alle 3. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen hoor. Nee. Zo, nou ja, en broodjes, kippie, er zit een bounty tussen. Ik heb ook een cadeautje voor Rijka gekocht. Dat is gewoon supergoed. Ja, dat is gewoon supergoed. Dus die ga ik even zoeken. Even zoeken. Ja, ik heb hem.
eventjes buiten. Komt zo. Oh, wat gaan we doen? Ik neem de buiten. Ga je buurman gek maken met je gepiep? Eerst krijgen we voor elkaar krijgen we gepiep. Nou, bijt er dan. Ja, ik hoorde wat. Ja. Ja, ja, goed zo. Goed zo, meisje. Goed zo. Goed kind. Hé? Heerlijk. Hopie. Nou, geweldig dat je een dier zo weer blij kan maken, hè? Ja, dat vind ik geweldig. Ja, en ja. Ik heb zoiets verschrikkelijks gehoord. Ik heb een maatje, die rijdt ook scootmobiel. Die heeft al 5 keer in die hele coronatijd weer in het ziekenhuis gelegen. Hij ligt heel vaak in het ziekenhuis, maar een keer van alles en nog wat. Maar hij is niet grof gezegd kapot te krijgen. Maar hij had een dochter, die heeft net een babytje van 10 maanden. Nou, je leuk, hartstikke fijn. Maar mama die is net vorige maand overleden. Hart, begaf het. Ja, 41 jaar. Nou, is dat niet erg? Jongen, nog een toe. En hij leeft nog. Is niet eerlijker dan aan één kant, hè? En ja, dat zei zijn kleinzoon ook al van 8. Jij had eerder moeten gaan dan mama. Ja, had gelijk. Een kind behoort niet eerst te gaan. Hé, hey, hallo. Hallo, meisje. Hallo. Dus ja, dat is een sneuwe bak en ja, zelf al 5 keer in het ziekenhuis gelegen en ja, ook allemaal erge dingen, haar longembolieën. Nou ja, hallo, dan gaan de meesten ook overlijden. Ik heb een kruurgaatje, die heeft het ook 2 keer gehad, maar die heeft ook een engeltje. Die leeft ook nog. Dus ja. Het is allemaal bizar, bizar, bizar. En ik vind het hier in de stad om te lachen. Met die strepen. Want hoef je echt. Kom op zeg, laten we weer normaal doen. Ja toch. Ik bedoel, zoals wij boosterhouders, nou we kennen. Ja, we kennen wel pal naast elkaar staan, maar dan moet daar ook de gelegenheid voor wezen. Maar nou stonden we met de neus tegen neus, hè, van de boosters. Ik stond met mijn voorkant naar zijn voorkant toe, ja. En er stond er een mandje met kaarten of wat dan ook tussen ons in. Op de straat, dat was van de winkel. Dus ja. Nee, ik was eerst even op bij Bruna geweest om 1 pak papier. 2 euro voor 1 rol, nou aan mijn hoela. Ik heb nu 59 cent per rol, dus ja, zeg maar 60 cent. Dus ja, maar oké, ik ga hier even verder met dit keer weggegooid. En ik ga verder om de spullen te gaan met de boodschappen en we merken het wel weer. Ja toch? Zo zeggen lieve vrienden, geniet verder van jullie dag en doe het met een lach. En dat doen wij ook hier in dit huis en ja, ik. Waar moet je treurig zijn? Kom op, het leven is veel te mooi om treurig te zijn. Ja toch? Ik wel hoor, ik lach erom. Ja, maar dat ben ik. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Nou, daar zijn we weer. Ja,
Ik had een cadeautje gekocht voor mijn broer. Het kost trouwens ook nog behoorlijk duur. Dan beginnen we eigenlijk met het kleinste. Want wie het kleinste niet eert, is het er niet leert. Dat is dit. Kost er 4, nog wat. Zo. Maar dat zit in een kokertje, in een dingetje. Dat is een doekje dat blijft. En dan heb ik een schoonmaakset voor zo'n fototoestel. Maar dit zijn weggooidoekjes en deze dus niet. Maar dan krijgt er nog een envelop met inhoud erbij. Ja. Dus dat ga ik zo meteen inpakken. En dan nog lekker stoer. Deze inpakpapier. Ja. Echt stoere inpakpapier. Nou, Bounty voor mij. Oogschaduw. Kan geen paars meer vinden. Nee, baden. Die. En die. Nou, deze past ook wel mooi, aardig mooi bij paars, dacht ik. Dus ja, ik hoop dat jullie het trouwens kunnen zien. De meesten doen het dan zo. Nou ja, ik weet het verder niet. Ik weet het niet. Dat is mooi. Ja. Het zijn de nieuwste kleuren. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Dat het dan geen paard meer is. Nee. Maar ja. Je kan niet alles hebben wat je wilt. Nee. Oh ja, meisje. Dus ja, dan ga ik dat zo meteen inpakken. En de deur die waait heen en weer. Hij weet niet wat hij wil doen, die deur. Of die nou open zal blijven staan of dicht moet gaan. En Rijka is met dat nieuwe ding buiten. Lekker laten gaan. Ik ga koffie maken. En dan ga ik met een Bounty van mijn koffie genieten. Dit kan ik vanavond of morgen ook nog wel inpakken. Het is nog geen zaterdag. Ik ben nou even zat. Ik moet ook nog renderen. Dus ik heb nog genoeg te doen. Ja, en Rijke komt nou binnen zonder dat ding. Ja, ken je dat? Oh, die stopcontact zit er nog niet in. Nee, doen we zo wel. Dus ja, ik zou zeggen, geniet verder en ik spreek jullie later. Doei doei! Hallo lieve vrienden, ja daar zijn we weer. Het is alweer reeds 18:37, 7 minuten over half 7. Ja, de tijd houdt geen schat als jij wel stil zit, hè? Ja. Ik ga zo meteen de diertjes eten geven. Ik ben met Rijka net alweer naar buiten geweest. Meerkoetjes zitten nog keurig netjes op de nest dit keer. Dus ja, dat is ook prachtig. En ik ben met een plaatje bezig. Ja, weer met een heks erin. En die komt vanaf die kant. Dan wordt ze zo opgeschoven naar die kant. Ja, dan verdwijnt ze weer. Komt een tekst erachteraan hoor. Ja, met welterusten en mooie dromen. Dus ja, dat is wel weer leuk hè. Ja. Daar doen we dat voor hè. Mensen verblijden. Met leuke, grappige, mooie plaatjes of wat dan ook, maakt niet uit. He, als het maar wel mooi is gemaakt, ja. Soms zie ik plaatjes en dan vind ik dat zo afschuwelijk lelijk gemaakt. De tekst is bij wijze van spreken heel mooi. Er staat een gedicht erin of wat dan ook. Dan denk ik, ja, doe er wat mee. Maar dan is het zo vlekkerig en zo smerig. En geen afbeeldingen erbij wat met het gedicht heeft te maken. Niks. Nou, dat vind ik zonde. Nou, en dan wil ik dat nog wel eens een keertje gaan verbeteren. Ja, dan pak ik dat plaatje vanwege het gedicht. Ik verander dat gedicht hier en daar een beetje omdat er misschien een fout in staat of wat dan ook. Of ja, en dan denk ik ook wel eens, dat zou ik anders zeggen. En dan doe ik dat, verander ik die zin een beetje. En, maar het blijft een gedicht dan. En, maar ik maak het plaatje mooier zonder vuiligheid. Want ja, ook plaatjes willen wel vuil wezen. Dat het echt iets smerig is. Ik snap ook niet hoe dat kan, hoe dat komt. Maar in ieder geval, ik maak ze in ieder geval mooi. Zodanig dat de mensen er echt wel heel erg blij worden. En daar doe ik het voor. Ja, happy. Ja. Hoppie doppie, kiekeboe.
kibbel. Denk je om die vlinder die in die pot staat? Nou ja, ze reageert niet eens. Oh, nou wel in een, Boefie. Ja, vrouwtje gaat eten klaarmaken voor jullie. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van de avond. En ga ik ook lekker doen. En daarna, vanavond later, wel terugsten met de hele mooie dromen. Geniet daar ook van die mooie dromen. En morgen weer gezond doen opstaan. En morgen is het vrijdag, dan kunnen we er weer tegenaan. Rebecca, die komt morgen weer. Dus ja, er weer tegenaan en... ja, het staat hier wat uit elkaar, maar ja, lekker belangrijk, het hangt niet op mijn rug. Nee toch, ik hoef het niet mee te dragen, nee. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en we zien elkaar morgen vast en zeker wel weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!